De afdeling vreemdelingendienst heeft in de afgelopen maand 61 vreemdelingen van verschillende nationaliteiten het land uitgezet. Het gaat om 27 Brazilianen, 22 Chinezen, 9 Guyanezen, 2 Nederlanders en 1 Congolees. De meeste van de gedeporteerden mogen, indien hun documenten in orde zijn, na een jaar, 2 of 6 maanden Suriname weer binnenkomen. De 18-jarige Anastasia Pawirorono is woensdagavond in het ziekenhuis overleden. Anastasia liep maandag tijdens een gevecht met haar 39-jarige vriend Trujillo S. te Lust en Rust in het district Kommewijnen verwondingen op. Trujillo belde daarop met de politie van Nieuw-Amsterdam en deed de melding dat hij met zijn vriendin had gevochten en dat ze letsel had opgelopen. Toen de politie ter plekke aankwam, verklaarde Trujillo dat hij zich tijdens het gevecht heeft verdedigd met een ijzeren punttang, waarbij Anastasia letsel opliep in haar gezicht. Het voorwerp overhandigde hij aan de wetsdienaren. Deze is in beslag genomen en Trujillo is terstond aangehouden. Anastasia wenste geen verklaring af te leggen. Per ontboden ambulance werd ze afgevoerd naar de spoedeisende hulp. Het slachtoffer is toen met een hersenbloeding opgenomen op de afdeling neurologie, waar ze op 14 februari het leven liet. Het ontzielde lichaam van Anastasia is na overleg met een lid van het Openbare Ministerie voor lijkschouwing in beslag genomen. De 26-jarige aspirant-agent van politie, Wirindra Bhugwansing, is afgelopen woensdag overleden door een schotverwonding aan het hoofd. De politie van Quetta kreeg via de centrale meldkamer de melding dat een politieman zichzelf met een jachtgeweer door het hoofd heeft geschoten. Bij aankomst op de plek des onheils is het levenloze lichaam van Wirindra aangetroffen. Ook de hoofdbewoner en zijn stiefzus waren ter plaatse. Van een jachtgeweer ontbrak echter elk spoor. Wel is het geladen dienstvuistvoerwapen van het slachtoffer op een tafel in de woonkamer aangetroffen. In eerste instantie verklaarden de 32-jarige hoofdbewoner Urnando J. en zijn 17-jarige stiefzus Meredith P. aan de politie dat ze kort tevoren met het slachtoffer naar een voetbalwedstrijd zaten te kijken. Tegen 9 uur 's avonds maakten Wirindra aanstalten om naar huis te vertrekken. Op een bepaald moment hoorden ze een knal en ze zagen Wirindra bloedend op de vloer liggen. Bij een nader verhoor op de afdeling kapitale delicten kwam Meredith op haar verklaring. Ze gaf aan dat ze Wirindra per ongeluk heeft doodgeschoten. De vrouwelijke verdachte verklaarde dat ze aan Wirindra vroeg of zijn wapen geladen was. Op zijn ontkennende antwoord pakte ze het wapen waarbij haar vinger op de trekker terechtkwam en er een schot afging met voor Wirindra het noodlottige gevolg. Beide verdachten zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Het ontzielde lichaam van de politieman is voor obductie in beslag genomen. De afdeling kapitale delicten zet het onderzoek voort.